Vrienden, de discussie is nu al een hele tijd aan de gang. Ja, wat moeten we met de niet-gevaccineerden? Wat gaan we daar nou mee doen? Moeten we die nou dwingen, ja of nee? Dat is de hele tijd aan de orde. In de krant, op tv, overal. En ik heb zoiets bij... Ik zeg nee. Natuurlijk gaan we de niet-gevaccineerden, die gaan we niet dwingen. Natuurlijk niet, dat kan toch niet? Je kan toch niet zeggen, jij gaat nu een prik nemen. Dat kan niet. Zo werkt dat niet. Maar wat doen we dan met die mensen? Want de hele grote groep, we moeten aan de volksgezondheid denken. Dus ja, als je het niet neemt, dan blijf je dat virus maar een beetje eventueel oplopen en rondsturen. Dus ja, wat moeten we nou als samenleving daarmee? Nou kijk, in Italië hebben ze al gezegd, nou dan mag je een aantal dingen niet meer. Geen restaurants in, je komt daar niet meer in. In Amerika ook, hebben ze het ook gezegd. In Duitsland hebben ze dat ook al gezegd. Je komt gewoon op bepaalde plekken, musea, stadions, restaurants, weet ik veel allemaal, daar mag je allemaal niet meer komen. Dus je zet eigenlijk, als je geen injectie neemt, of je laat je niet vaccineren, ja, zet je jezelf een beetje buiten de maatschappij. Dat zit er een beetje aan te komen. Ja, of je moet je elke keer laten testen. Heb je daar zin in? Ja, dat is dan de grote vraag. Ja, en dan gaan al die mensen, die gaan tekeer weer houden. Dan krijg je tweedeling. En, want er zijn natuurlijk ook wel mensen die willen gewoon niet meer, niet gevaccineerden, niet meer tegenkomen. Die zeggen, ja, ik wil die vrienden van mij die geen injectie hebben gehad, die wil ik niet meer zien. Dat ga je dan krijgen, die tweedeling. Ja, maar ja, luister eens even goed. Het is hetzelfde als met rokers. Ja, je kan wel blijven roken. Natuurlijk, als je dat wil, ja, dan moet je dat doen. Maar dan mag je niet in een restaurant komen. Dan mag je daar niet roken. Uiteindelijk sta je buiten ergens in de kou als een verslaafde nog die nicotine naar binnen te lurken. En dat is het dan. Dat is wat ik zeg. Je zet jezelf gewoon een beetje buiten de maatschappij. Ja, als ik geen rijbewijs heb, mag ik ook geen auto rijden. Nee. En als ik niet lid ben van de voetbalclub, ja, dan ga ik dus niet voetballen. Dan wordt er niet gespeeld. Nee. Dus, maar die keus, die ligt geheel en al bij jezelf. Ja, kun je zelf bepalen. En, maar dan is dat wel de consequentie van. Dus als jij zegt, ik neem die injectie niet, nou, dan zet je jezelf een beetje aan de kant. Ja, de keuze is helemaal niet zo ingewikkeld. Helemaal niet. Jij moet voor jezelf de vraag stellen. Ben ik banger voor het vaccin? Of ben ik banger om op een IC te komen of long COVID op te lopen? Dat is de vraag. Dat is het enige wat je jezelf moet afvragen. En als jij denkt van ja, maar ik ben banger voor het vaccin. Ja, dan is het jammer, want we moeten aan de grote menigte denken, aan de volksgezondheid. Ja, en dan moet je even de komende tijd, moet je aan de kant. Dan doe je gewoon even niet mee. Ja, dat is dan maar even niet anders. En zo moeten we de komende tijd gaan doen. En nou weet ik wat er gaat gebeuren. Ja, nu krijgen we honderden of misschien wel weet ik veel meer van die wappies. En die kruipen weer allemaal al onder die stenen vandaan. En die gaan weer mij allemaal berichten schrijven. En die gaan mij weer beledigen. En die komen weer met allerlei verhalen waarom het zo fantastisch is om geen injectie te nemen. Hé jongens, bespaar je de moeite, want ik ga ze niet lezen.